Zon, bron van energie, zon die het leven op aarde mogelijk maakt. Maar wist je dat je diezelfde bron van energie kan gebruiken om je huis te verwarmen? Peter heeft net een zonneboiler laten installeren en we gaan bij hem kijken hoe dat eruit ziet. Peter, je hebt een zonneboiler laten installeren. Waarom? Omdat we energie wilden besparen. De kosten worden steeds duurder. We hebben al een hoog rendementketel, dus ja, qua verwarming konden we daar voor de rest niet zoveel meer mee. Uiteindelijk zijn we over een zonneboiler gaan nadenken. We hebben offertes aangevraagd bij wat bedrijven. En daar kwam het bedrijf wat het hier gemaakt heeft als best uit. Die zijn er een dag mee bezig geweest en het werkt. Je spaart natuurlijk het milieu. Hoeveel geld bespaar je? Dat weet ik nog niet precies, want ik heb mijn jaarafrekening nog niet gehad. Hij ligt nu een jaar. Maar wat ik wel merk is dat als ik een warmwaterkraan opendraai om het bad vol te laten lopen, dan slaat mijn ketel niet meer aan. Ik heb begrepen dat je ook subsidie kan krijgen. Was dat ingewikkeld? Nee, de installateur heeft mij een formulier toegezonden. Daar hoefde ik alleen mijn eigen gegevens op aan te tekenen. En daar hebben we €700 subsidie op gekregen. Heb je nou een kamer moeten inleveren? Is het groot wat er is ingebracht? Nee, hij is ongeveer zo groot als een wasmachine. Hij is gehangen. Als je wil mag je komen kijken. Maar ik wilde ook niet een hele kamer opofferen. Oké, nou, ik wil wel gaan kijken. Hoe ziet zo'n zonneboiler eruit? We hebben zelfs installateur Robert bereid gevonden om ons uitleg te geven hoe het technisch werkt. Robert, hoi. Jij hebt hier de zonneboiler geïnstalleerd? Dat klopt inderdaad, ja. Wat leuk dat je kon komen. Heel graag. Ik begrijp dat we hier bij het bedieningspaneel staan. Ik zie hier een huisje getekend. Wat is nou de route die het water aflegt? Dat is heel simpel. Het gaat dus, koud water gaat dus de zonnecollector in en komt bij voldoende zonneschijn, zullen we maar zeggen, er warm uit en wordt door de pomp dus naar de zonneboiler getransporteerd. En als het warme water nou op is, heb ik dan geen warm water? Nee, er zit altijd dus een cv-ketel achter, het liefst een hoogrendementsketel. En die zal altijd aanspringen om het water op te warmen. Robert, we zijn boven. Peter zei het al, dit is het grootste deel. Maar wat is dit en hoe functioneert het geheel? Dit is in feite dus de zonneboiler en neemt heel weinig ruimte in beslag en is inderdaad bijna overal te plaatsen. Wat je hierboven ziet is dat die leidingen vanaf het zonnecollector op het dak getransporteerd wordt hier naar de zonneboiler toe. Daar wordt het water opgewarmd en als het onvoldoende warm is, dan hebben we hier de CW-combiketel die zorgt dat het water verder wordt opgewarmd tot de gewenste temperatuur. Hoeveel bespaar ik nou eigenlijk met dit systeem? Ongeveer 50% van je gasverbruik voor warm water. Peter, Robert, bedankt. Graag gedaan. Kijk, zo zie je maar, een zonnecollector op je dak en gratis verwarm je de helft van je water over een jaar genomen. Dat lijkt me weer een stap in de goede richting, toch? Ben je nou geïnteresseerd in de andere mogelijkheden die je hebt om te besparen? Bekijk een van de andere afleveringen. Bedankt, John.